Zo Rune Wolders, goedemiddag, morgen, avond, wat het ook maar mag weten voor jullie op dit moment. We hebben een nieuwe serie bedacht, dat heet Zomaar een Rune Wolder, of Vragen aan een Rune Wolder. En dat zijn mensen die in Rune Wolder wonen, die je af en toe wel eens ziet misschien, maar waar je van de rest misschien niks van weet of alles van weet. Bij deze. Ik heb Lex voor de camera. Dag Lex. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ken jou vooral dat je folders rondbrengt op je brommetje. En we hebben een stukje van vragen op papier gezet en die ga ik aan je stellen. Nou, ga je wel. De eerste vraag is, hoe ben je zo in Ruinewold terechtgekomen? Tja, dat is een lang en een kort verhaal eigenlijk. Hoe ben ik in Ruinewold met de auto? Nee, wij zijn op een gegeven moment een beetje zat geworden voor Rotterdam. Daar woonden wij. Oké. Okay. En de drukte en alles en we zochten wat andere plekken. En wij zijn ooit een keer de buurt op vakantie geweest. En dat beviel zo goed. Met de vriendelijke mensen die hier woonden, dat wij het hier zijn gaan proberen. Gewoon. Juist, en bevalt het? Ja, hartstikke goed joh. Ik zou het nooit meer terug willen. Nee, kijk eens aan. Hey, en wanneer en waar ben je geboren precies? Ik ben in Rotterdam geboren. Rotterdam zo, ja. Met het Feyenoord gevoel en dat zal ik ook altijd blijven houden. Ja. Maar dat heeft er niks mee te maken eigenlijk. Ik ben geboren op, in 1949, 14 augustus. 14 augustus. Ja, waar woon je in Ruinewold? Ja. Ik woon in de Pieter Jochemshal, een heerlijk plekje. Ja. Ik heb daarvoor heb ik gewoond samen met mijn vrouw Olga op de Weideweg, nummer 10. Juist. En dat was een ontzettend mooie tijd met paarden en met voetbal en met weet ik allemaal wat je kon doen daar. Maar goed, op een gegeven moment werd het daar een beetje te druk om het om te onderhouden. Toen zijn we hier wat gaan zoeken en hebben we eigenlijk het ideale plekje gevonden wat er in Ruinewold te vinden is. Nou, als ik hier mee langs ging, moest ik niet horen wat Nut zegt. Zie je dat? Ja, dat is hartstikke mooi. Ik zag naar Nederland, nee. Hoppakee. Wie woont hier achter precies? Is dat een agrariër? Ja, dat is de varkensboer toch? Ja. Oké, okay. Mag geen last van, begrijp ik. Nee, totaal niet. Heel verstandig. Ik hoop ook het uitzicht vasthouden zo. Ja, precies. Nou ja, het lijkt goed in ieder geval. Ja, maar ze zijn aan het bouwen daarnaast. Hè? Dus... Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar de eerste 10, 15 jaar, geloof ik niet dat er wat achter ons gebeurt. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Zo is het. Lex, waar ben je trots op in ons dorpje? Trots zijn op het dorp, omdat ik denk eigenlijk omdat in het dorp ontzettend veel georganiseerd wordt. Veel meer dan welk ander dorp ik ook hier ben tegengekomen, ja, zover ik het weet. Dat hoor je eigenlijk heel vaak, ja. Dat klopt inderdaad. Ja, nou, dat is denk ik ook zo. Heb je nog iets wat je mist? Sorry? Mis je nog wat hier in het dorp? Ja, niet speciaal. Alles wordt al gedaan. Ja, hè? Ja. Nou, dat klinkt goed. En wat voor werk heb je al gedaan? Hoe heb je de kost verdiend, zeg maar? Nou, als je het interview kort wil houden, dan moet ik drie kwart overstaan. Nou, nee. Er staat er toch wel over. Nee, ik heb nooit in mijn leven carrière nooit willen maken, omdat ik gewoon wil doen wat ik zin in heb. En als ik ergens geen zin meer in heb, dan denk ik weer wat anders. Ik ben rijinstructeur geweest, heb mijn eigen bedrijf gehad. Ik heb op kantoor gezeten, ik heb 12 jaar in het sociale werk gezeten. Moeder op voetbal en kinderen. Ik ben nog een jaar naar Australië geweest. Geëmigreerd geweest, dus noem maar op. Genoeg gedaan. Ik heb alles gehad. Je bent een echte avonturier, ja, zeg maar. Ja. Ja, nee, zo kan het gaan, ja. Leef je samen met iemand hier in huis? Ben je getrouwd? Ja, of, ik ben getrouwd met Olga. Olga, ja. Die kennen we van de bibliotheek, hè, onder ja, andere. Ja, klopt. Ja, die werkt er in de bibliotheek, ja. Hé, hey, wat voor brommer reed je rond toen je 16 was? Dat is lang geleden, zeg. Heel lang geleden. Heb je wel een brommer gehad? Ja. Toen ik mocht, hebben we alles bij elkaar gespaard om een keer een brommetje te kopen. Ja. Een Hervo Sax was dat. Juist. Dat is een heel ouderwets brommetje met een hele goede motor die er toen in zat. Ja? Ja. En was dat de enige brommer? Heb je meegehad? Ja, ik heb ook daarna heb ik nog een Thomas gehad met zijn hoogstuur. Oh, zo'n ja. Lekker hippie ding. Schitterend. Lekker. Was je hippie? Ja, half. Half? Half. Ik deed mee een beetje en eigenlijk was ik nog een beetje erg jong. Toen zat ik tegen de 15, 16 jaar aan. Ja. Toen het die tijd ook was. Ja. Lang haar gehad? Ja. Daarna heb ik lekker nog 3 maanden wezen zwerven in Spanje. Zo. Toen wel een beetje als hippie. Ja. Lekker langs strand slapen, proberen Marokko in te komen wat niet lukte enzovoort. Ja.
Je bent wel een echte avonturier, Lex. Jawel. Ja. Mooi hoor, zo zien we het avontuur in. Zit in mijn bloed. Ja. Nog steeds hoor. Ja? Ja. Goed zo, dat klinkt goed. Ja. Doe je ook aan sporten, kerel? Ja. Ik ben nog steeds aan het bowlen. Met zo'n grote bal gooien, hè. Ja. Probeer alles om te gooien. Ik doe nog af en toe zaalvoetbal mee. Gewoon omdat ik het leuk vind, niet omdat ik er zomaar meer van kan, maar het is gewoon leuk, gezellig. Ja. Ik doe ook loopvoetbal bij Vitesse in Koekangen. Maar even tel eens even, wat is loopvoetbal? Dat mag je niet hardlopen. Okay. Dan moet je eigenlijk zoveel mogelijk plaatsen. Yes. En je hebt echt positie kiezen. Ja. En dat lijkt allemaal zo'n simpel spelletje, want ach, je voetbalt een beetje, je doet niks. Maar het is een hele intensieve sport. En dus er komt veel meer bekijken als dat menig een zou denken. En het is gewoon ontzettend leuk. Ja. Hey, is er ook iets waar je echt een hekel aan hebt in je leven? Dat je zegt, goh jongen, weet ik zo'n hekel aan opstaan of afwassen of weet ik veel wat? Ja, eigenlijk niet. Nee? Nee. Positief mens? Ik denk wel dat ik positief ben. Ja, volgens mij ook wel, ja. Dus je doet alles met wat je doet met plezier. Niet altijd met liefde, maar meestal wel. Ja, het lukt altijd. Jawel. Hey Lex, de laatste vraag. Is je glas momenteel half vol of is hij half leeg? Hij is nog half vol. Half vol? Jawel. Dat klinkt goed. Ja, joh, er is nog zoveel te doen. Ja, nee, dat vind ik mooi, ja. Ja, ja oké, okay, jong. Hey, bedankt voor de medewerking. En we gaan proberen volgende week weer een runnen voor de camera te halen. Hartstikke mooi, joh. Ja? Nou, hartstikke leuk initiatief. Nou, dankjewel. Is goed, joh. En veel plezier van het jaar met alles wat je gaat doen. Bedankt. Ja.